Hallo, ik ben Emily Slettenhaar. Ik ben hier met een groep zangers. Wij repeteren het Requiem van Fauré. Dat is een mooi klassiek werk. En dat gaan wij zingen op 4 mei, na afloop van de dodenherdenking op het Van Dronkelaarplein. Er is hier een programma waarbij een Oekraïns kinderkoor een aantal liederen komt zingen. En daarna een jongerenkoor die afgestudeerd zijn van het conservatorium. Die komen ook een paar hele mooie liederen zingen. En daarna voegen zij zich in het projectkoor, want dat zijn we. En gaan we proberen om de bezoekers een heel mooi slot aan de dodenherdenking aan de 4 mei te geven. Door middel van het zingen van het Requiem van Fauré. Het begint om 9 uur en de kerk is open vanaf 8:30. Dus als het programma op het Van Dronkelaarplein is afgelopen, kunnen de mensen op hun gemak hierheen komen. En dan is er zelfs koffie. En rond 9:15 dan komen de mensen echt op hun plek zitten, op hun plaats zitten. En dan gaat het concert beginnen om 9 uur dus.